Een windmolen die draait, ook als er geen wind is. Vanaf nu staat zo'n molen in Sebaldeburen. Goedenavond, het belangrijkste nieuws uit stad en provincie van vrijdag 10 mei. Dit is Noord Vandaag. De Groningse wethouder DigISTA en Biblionet, de koepelorganisatie van Groninger Bibliotheken, stevenen af op een conflict. Biblionet weigert verder te praten over de vorming van één gezamenlijke organisatie voor het Groninger Forum. Biblionet wil eerst onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de rest van de Groninger Bibliotheken. ISTA houdt vast aan samenvoeging omdat de gemeenteraad dat wil. Als Biblionet niet meewerkt, kan dat consequenties hebben voor de subsidies, zo dreigt de wethouder. De sinds vorige week vermiste Ramon Burger uit Groningen is weer terecht. De 17-jarige jongen was weggelopen uit een instelling. Na een tip vond de politie de jongen. Ook de 43-jarige Johan Dik uit Heiligerlee, die sinds gistermiddag werd vermist, is weer thuis. Waar hij is geweest, is onbekend. Poldermolen De Eendracht in Sebaldeburen heeft een hydraulische aandrijving gekregen. Daardoor kan de molen ook water overpompen als het wind stil is. De Eendracht bemaalt de grote Gaster- en Sebaldeburster molenpolders en was tot 1990 ook al voorzien van een elektrisch aangedreven deel. Kijk, als je dat in 1990 had geweten, dan zou het misschien hier elektrisch niet uitgehaald zijn en was dit een stand-by gemaal gebleven. Alleen de inzichten waren toen nog niet zo ver. De uitbreiding van het transferium in Haren wordt vervroegd. De gemeenten Groningen en Haren wilden het veelgebruikte parkeerterrein eerst tijdelijk vergroten, maar de procedures voor uitbreiding zijn veel simpeler dan gedacht. Daardoor kan al na de zomer begonnen worden met de uitvoering van het definitieve plan. De gemeenten besparen hiermee 4 ton. De 500 extra parkeerplaatsen moeten begin volgend jaar klaar zijn. Rianne Echten stopt na 5 seizoenen bij Nick Alpha College. Ze ziet bij de Groningse korfbalclub te weinig perspectief om volgend jaar mee te doen om het landskampioenschap in de zaal. Echten staat in de belangstelling van Top en Fortuna. Eerder maakte Geertje Hoekstra al bekend te vertrekken bij Nick. Straks een discussie over het merkwaardige seizoen van FC Groningen. Een paar maanden geleden stond de club nog onderin. Maar zondag kan de FC tegen Ajax de play-offs om Europees voetbal halen. En theatergroep Waark bestaat 40 jaar en viert dat met het Groningstalige toneelstuk De Nije Man. De periode van 11 tot en met Vatimoy is de ijsheilige periode. Dit jaar komen de oren schieten erin. Het wordt overdag wel koeler, maar 's nachts gelukkig geen vorst. Windmolen De Eendracht bij Sebaldeburen is dus een molen geworden die ook water uit de polder kan pompen als er weinig wind is. Met dank aan een elektrisch aandrijfsysteem. Met het nieuwe hydraulische systeem is De Eendracht een noodzakelijke aanvulling voor het gemaal geworden dat net iets verderop ligt. De capaciteit daarvan blijkt te klein. En dat terwijl nog maar 7 jaar geleden het oude elektrische systeem uit de molen werd gehaald. Omdat dat door het gemaal overbodig zou zijn geworden. Ja, er is natuurlijk wel wat gebeurd in die tijd. De inzichten over, over de neerslag is natuurlijk anders als die 10 jaar of 15 jaar geleden was. We hebben gewoon te maken met heviger neerslagperioden, waarin in korte tijd heel veel neerslag valt. Daar moet je op reageren. En kijk, als je dat in 1990 had geweten, dan zou het misschien hier elektrisch niet uitgehaald zijn en was dit een stand-by gemaal gebleven. Sommige buurtbewoners wezen net destijds gelijk al op dat het gemaal op een verkeerde plek werd gebouwd. En verwijten het waterschap toen al een inschattingsfout te hebben gemaakt. Ja, we zien het niet als een inschattingsfout. Je moet kijken dat de installatie die er zat was al 40 jaar oud. Dus was eigenlijk niet meer van deze tijd. En we hebben destijds gezegd van nou, we bouwen het nieuwe gemaal. En die kan alle pieken kan die opvangen. Dat is een gemaal van 75 kub per minuut. En het bleek dus dat, dat is toegenomen inzicht, dat je in de loop der jaren dus toch nog weer een beetje extra maalcapaciteit nodig hebt. En die is nu dus teruggebouwd in dezelfde molen als waar dat ook al in 1926 gebeurde. Molenaar Berends is blij dat voor deze optie gekozen is. Dan kun je kiezen voor een nieuw gemaal erbij te zetten die de meeste tijd van het jaar niks doet of hoeft te doen.
Of gebruik maken van een bestaand object zoals deze molen, waardoor dan extra bemalingscapaciteit ontstaat. Kostenplaatje 125.000 euro. Zo'n 4 keer zo verdelig als een nieuw gemaal. Overlast in Klein-Ulsda. De bewoners zijn de verkeersoverlast in hun dorp meer dan zat. Trillende ramen en een kapotte weg. Klein-Ulsda wil dat de wethouder maatregelen neemt. Klein-Ulsda is in rep en roer. Sinds een paar dagen liggen de bewoners te stuiteren in hun bed. Met de aanleg van 2 drempels is de verkeersoverlast niet afgenomen, maar minstens verdubbeld. Hij is te laag. Want als je hier voor het eerst overrijdt, kijk, zoals je nu ziet, dan rijden ze mooi langzaam. Maar vanavond komen ze terug en oh, daar kan ik ook wel harder over. Dan gaan ze gewoon harder rijden. Nou, alles trilt. Als je s'avonds in huis zit, de tv die staat te schudden van de schilderijen die gaan trillen. De koffie en de kopjes, dat zie je gewoon de kringen erin. En op bed ook, s'nachts ook. Is niet leuk meer dit. Dat is echt niet meer leuk. En ook de buurman van Berendstuur is de verkeersellende beu. Hij kan zelfs zijn eigen oprit niet meer af. Wat hier gebeurd is dat er één vrij zware tractor, die heeft het blok gewoon 3,5 meter verplaatst voor een inrit zelfs. Moet er eerst een kind verongelukken of wat gaat er precies gebeuren? En dat blijft nog even onduidelijk, want de gemeente Bellingwedde zit een beetje met de weg in de maag. Er is namelijk geen geld. Als de overlast echt aanhoudt, wil de wethouder de gloednieuwe drempels weer verwijderen. Inmiddels is het omvergereden betonblok van buurman Omen weer op zijn plaats teruggezet. De Nije Man, dat is de titel van het nieuwe toneelstuk van theatergroep Waak. De Grunnestolige Veurstelden is gebaseerd op het bouwk van Thomas Rosenboom. Met het stuk viert Waak zijn 80-jarig bestaan. En vanmiddag was de generale repetitie. Wie waren de bie? Opdonderen, dames en heren. Voortwezen, indoor. Voort, indoor, door ook. Opdonderen. Het stok speelt aan het begin van de vorige eeuw en vertelt de tragische geschiedenis van Berend Bepol. De scheepswaaf-eigenaar aan het Damster Dorp in Wirdum komt door de financiële crisis in de problemen met waaf en zichzelf. Het is een bijzondere man voor zijn omgeving. Een stoere kerel, moet ik zeggen ook. Want alles is positief aan die anima. Alles wat er doet, alles, er mag niks tegen zitten. Dus alles ook wat er wel verkeerd gaat, dat legt hij positief uit. Je wordt er gek van. Pavel, slim gerogen kind. De Nije Man is het leerste deel van een tweeluik over de geschiedenis rond het Damster Dorp. Vorig zomer was op een boetenlocatie in Apengedam de muziektheatervoorstelling De Nieuwe Man als eerste al te zijn. Beide duilden vulden elkaar aan, maar binnen ook apart te bekijken. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat zij meer de buitenkant van het verhaal hebben verteld op locatie. En de werf in beeld hebben gebracht op die manier. En wij meer de binnenkant van het verhaal. En wij zoomen dus meer in op de psychologie van de personages en de onderlinge verhoudingen. Ook binnen de familie en ook binnen de relaties. Het bijzondere van het stuk van Waak is vanzelf dat de Nije Man helemaal in het Grunners gespeeld wordt. Ik ken dingen in het Grunners zeggen die ik in het Nederlands niet kan zeggen. Dat heeft toch te maken met de cultuur, met de landsoord, met de onderwerp mooi over hem. Ik vind hem eigenlijk nou, als ik dat zeggen mag, ik vind hem nou in het Grunners mooier als in het Nederlands. Aankom weekend ben de eerste probeervoorstelling te zijn in Griepskerk in Kerkplein 6. De première is op 24 mei in Theater de Moldenberg in Delfzijl. Een belangrijke wedstrijd komende zondag voor FC Groningen. De ploeg heeft aan een punt voldoende om de play-offs te halen. Tegenstander is Ajax, de landskampioen. Een lastige opgave dus. Hier in de studio drie heren die er alle verstand van hebben. Barend Beltman, vaste analist. Mooi bloesje trouwens. Jan Menega, sportverslaggever Dagblad van het Noorden. En collega Elwin Baas. Dankjewel Barend, hartstikke goed. Heren, de eerste vraag komende zondag. Ajax, de landskampioen. Hoe moeten we die gaan bestrijden, Barend? Gas. Gas en olie. Gewoon erbovenop. Hebben ze zelf het voorbeeld gegeven tegen Heerenveen? Ja. Dus iets verder van de goal af. Druk zetten. Want wij zijn niet zo goed in verdedigen. En als we het laten komen, dan blijkt dat dat niet zo geweldig is. Maar als je verder van de goal af speelt, dan heb je kans dat je in het open mes loopt. Ja, ik vind niet dat je verder van de goal moet spelen. Ik vind dat je Ajax gewoon... Dat je in ieder geval vriendelijk moet zijn voor Ajax. Je moet niet onnodige irritaties oproepen. Het publiek moet er ook in meedoen. Die moet niet Ajax gaan uitfluiten als ze beginnen op veld komen. Dat wekt alleen maar
Ja, kijk, Ajax is gewoon beter dan FC Groningen. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Daarom zijn ze kampioen van Nederland. Normaal gesproken wint Ajax die wedstrijd. Maar Groningen moet ze gewoon een beetje compact gaan spelen. Dus een beetje laten komen. En geen rare dingen doen. Ja, maar als wij nou die wedstrijd kijken, dan hebben we toch, als wij ze een beetje laten komen, dan hebben wij toch niet, dan hebben we toch geen kans. Dan hebben we toch heel veel wedstrijden verloren met een rot voetbal. Ja, maar weet je wat het is? Hebben wij zo'n goede voorhoede die er makkelijk een balletje in schiet? Dat is niet zo. Nee, maar als je nou ziet, de rol van Bakuna, dat vond ik wel een aardige wissel van de falende trainer, werd er gezegd. Dat je zegt, nou, die pendelt wel aardig. Box-to-box, geloof ik, noemen ze dat in Engeland. Hè? Dus die kan wel aardig doorstappen. Dus ja. Wij spelen niet zo verdedigend als in de eerste helft van het seizoen. En dat vind ik wel aardig. Waarom zou hij voor de winst gaan? Ja. Maar zonder te overdrijven, daar ben ik met je eens. Nee, je moet niet, want dan loop je echt in het mes, hoor. Ajax is wel eventjes beter dan Heerenveen, hoor. Die toen hier 3-0 verloor. Ja. Maar Ajax is echt wel een beetje beter. Maar Ajax gaat hier natuurlijk ook niet naartoe zoals Heerenveen toen de tijd hier naar Groningen kwam. Ik denk dat Ajax natuurlijk in de bus stapt in Amsterdam van jongens, we zijn kampioen. Ze zullen ongetwijfeld hun best doen. Maar ja, dus eigenlijk zeg jij, Ajax hoeft niet. Dus motivatie is 70%. Als je de bovenop klapt, zoals tegen Heerenveen, begin alsjeblieft wel zo. Anders ga je het enorm moeilijk krijgen. Maar als je zo begint als tegen Heerenveen met de motivatieproblemen tussen haakjes bij Ajax, dan moet er minimaal wel een punt in zitten. Maar je moet niet zoals afgelopen zondag tegen VVV rustig aan beginnen, want dan FC Groningen heeft zich de hele week voorbereid op deze wedstrijd natuurlijk. Vandaag was natuurlijk ook de training. Wij zijn even gaan kijken bij de Euroborg. Gennaro Zeefuik is zondag toeschouwer bij de wedstrijd tegen Ajax. Hij krijgt hoogstens een plek op de bank, maar waarschijnlijker is dat hij vanaf de tribune moet toekijken. Hij ziet dat David Teixeira de voorkeur krijgt. Omdat wij denken dat we redelijk ver van de goal afkomen te spelen. Dat is niet Gennaro zijn kracht in de diepte spelen. Dus wij denken dat we daar met Teixeira beter uit de verf komen. Groningen zal ook behoudend gaan en misschien wel moeten spelen tegen de landskampioen. Anders is de kans op succes gering. Ik verwacht niet dat ze ons cadeautjes zullen geven. Ik denk dat ze gewoon willen winnen en daar ook gewoon voor spelen. Heb jij wel eens gehoord van een salonremise? Heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja. Zou dat wat zijn voor zondag? Wat mij betreft wel, maar daar geloof ik niet in. Het zal hierop afgaand nog een hele klus worden om de play-offs te halen. Als het lukt is er in de Euroborg volgende week donderdag weer een wedstrijd. Zo niet, dan komt er een eind aan een teleurstellend seizoen. Ja, salonremise is al even genoemd. Even terug naar het begin van het filmpje. Zeefuik niet. Is dat verrassend? Ja, goed. In zoverre verrassend. Zeefuik is natuurlijk een van de belangrijke aankopen dit seizoen. In zoverre is het verrassend dat hij er niet in staat. Maar hij is ook de grootste teleurstelling van dit seizoen. Hij heeft er gewoon echt helemaal niks van terechtgebracht. Waar ligt dat aan? Is hij verkeerd gebruikt? Nou ja, hij is in de eerste plaats veel te dik. Daar blijf ik bij, dat is nog steeds te dik. Van de week heb ik weer een filmpje gezien van Theo Jansen. Nou, het was geen gezicht. Hoe kan je nou zo eruit zien? Een buikje. En hoe kan Zeefuik... Of je moet nog wel spelen. Speelde vroeger ook wel Arenhuizen. Dat kan het nog niet. En Zeefuik, je kunt wel zeggen, natuurlijk, het is zijn bouw. Dat speelt mee, daar ben ik wel met je eens. Maar zo zie je er niet uit als jij een afgetraind sportman bent. Bovendien vind ik het ook niet van respect getuigen naar je ploeggenoten. Ik vind het niet van respect getuigen naar de club. Ik vind het niet van respect getuigen naar de toeschouwers. Er zit ook een hele staf omheen. Ja, dat vind ik ook heel slecht. Die staf had veel eerder in moeten grijpen. Je had moeten zeggen op een gegeven moment, dit kan niet. De leiding van FC Groningen had ook in moeten grijpen en dan zeggen, dit kan niet. Maar ik vind de eerste plaats is de fout bij Zeefuik zelf. Je bent als amateur bezig. Het is toch raar dat je het in de allerlaatste wedstrijd, waar het 100% om draait. Het is een cruciale wedstrijd. Ja, maar dat je hem in één keer daarnaast gaat zetten. Ja, je hebt het hele seizoen met Zeefuik in de spits gespeeld, met de leeuw eromheen. Nou, niet het hele seizoen. Maar hij is een tijdje eruit geweest. Kijk, hij is gehaald, jongens. Hij is gehaald om zichzelf, maar anderen ook beter laten spelen. Dat zou kunnen zijn dat dat aan hemzelf ligt. Dat hij wat verder van de goal speelt. Nou, daar ben ik met de trainer eens. Dat dat niet zo slim is geweest. Maar het kan ook zijn dat je zegt, je speelt met twee controleurs. Nou, daar ben ik ook gek van. Ja, dus, en we met z'n allen volgens mij. Dus die aansluiting was er niet geweldig. Maar een spits is wel gehaald om doelpunten te maken. Dat wou ik net zeggen. En de spitsen van FC Groningen, dat is dit seizoen een probleem geweest. Laten we even kijken naar de spitsen van de FC. Met z'n beiden halen ze nog niet eens dubbele cijfers. Gennaro Zeefuik scoort 4 keer en David Teixeira maakt 5 doelpunten. Te weinig voor een ploeg die ambieert om een subtopper te zijn. Aan kansen creëren ligt het niet. Het ontbreekt aan rendement. Groningen is wat dat betreft de minst effectieve ploeg van de Eredivisie. Gelukkig is er nog Michael de Leeuw. In totaal goed voor 11 doelpunten. En 4 keer is de Brabander matchwinner. Hij is dus een zeer belangrijke en bruikbare speler voor FC Groningen. Hij is, goed beschouwd, de enige nieuwe speler die aan de verwachtingen heeft voldaan. Ja, dat is iets waar we het volgens mij allemaal over eens kunnen zijn. Nou, Bizot. Bizot doet het goed. Majasco nu? Majasco, de paaltje Mezen van vroeger, doet het ook niet verkeerd. Nog sterker, deed het hartstikke goed de laatste wedstrijden. Ja. En daarvoor vond ik het een zesje.
met een enkel foutje, toen is hij geslachtofferd. Vond ik geen slimme actie. Maar goed, dus om nou te zeggen dat het allemaal zo verkeerd is. Kierum, tweede seizoen zelf? Ja, ook meerwaarde. Absolute voldoende. Absolute meerwaarde. Dus om nou te zeggen dat het een ramp was, nee. We hebben geen geld om allemaal toppers te halen, jongens. Dus wij moeten dat hopen dat daaronder dat niveau, die topniveau van de Eredivisie, daar moet je onderscheiden. Maar als jij een jongen Kostisaal voor 1,25 miljoen, ik bedoel, heb het over geld. Ja, maar dat is wel een hoop geld. Ja, maar dat is het enige rare verhaal, Jan, ben ik met je eens. Dat ik denk, wat is daar in vredesnaam mee gebeurd? Wat is daar nou mee gebeurd? Nou ja, misschien is hij gewoon niet goed genoeg. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, maar laat je toch niet zo weinig spelen. Waar richt jij op? Jij zegt, wat is daar in vredesnaam mee gebeurd? Je hoort, Jan geeft net Zeefuik aan. Is daar ook in de begeleiding van de spelers, is daar iets niet goed genoeg? Nou, kijk, je moet niet een club de schuld geven dat het in begeleiding ligt. Een jongen moet geen schuld, nee, maar dat zou kunnen. Hè? Dat wordt er wel gezegd, ja, de club dit, want ze moet hem opvangen. Nou, je hoeft niet hand vast te houden 24 uur per dag. Wat wel zo is, is dat sommige jongens andere begeleiding nodig hadden. Dus een Kruiswijk had een andere begeleiding in mijn jeugdteam dan een Hoogstraat, totaal anders dan meneer Robben voorin. Ja. Dat was totaal andere begeleiding. Niet dat ik dat goed heb gedaan, maar ik weet wel hoe moeilijk dat is. Nou ja, de vraag is of dat zo goed is gegaan. Want het is toch wonderlijk raar dat die jongen zo verschrikkelijk waar heeft gespeeld. En die ineens zo vaak geblesseerd is geweest. Nou, dat vind ik. Dan is er iets. Misschien is hij niet goed genoeg. Nogmaals, misschien is hij niet goed genoeg. Of nog niet goed genoeg. Dat kan. Kijk, Maaskant die zet hem er toch niet in. Ja. Omdat hij denkt, van als hij goed genoeg zet hem. Ja, dat lijkt mij ook. Maar dan doe ik nog 5 minuten. Ik hoorde jullie zojuist al even zeggen, de tweede helft van het seizoen, dat daar een aantal spelers wel gegroeid zijn. In de tweede helft is er een opleving geweest bij de FC Groningen. Laten we daar even naar kijken. Dat FC Groningen plaatsing voor de play-offs nog in eigen hand heeft, mag haast een wonder genoemd worden. 2 maanden geleden wordt er nog naar onderen gekeken. Degradatievoetbal komt in beeld. Met een opleving waarin 4 keer op rij wordt gewonnen, komt de doelstelling om de play-offs te halen toch nog in zicht. Maar het is en blijft een merkwaardig seizoen voor FC Groningen. Met veel ups en vooral downs. Daar komt nog bij dat het publiek met name in de Euroborg niet verwend wordt met goed voetbal. Ja, komende zondag moet het dus gebeuren. We hebben u thuis ook gevraagd naar uw mening. Hoe kijkt u aan tegen de play-offs en maakt FC Groningen kans? Dit waren de vragen die we aan u voorlegden. FC Groningen plaatst zich voor de play-offs. U bent daar verdeeld, ongeveer 50-50. Ja, 47%, nee, 53%. En als dat wel doorgaat, de tweede vraag. FC Groningen wint die play-offs en gaat dan Europa in. Daar bent u een stuk negatiever. 80% maar liefst denkt dat het niet gaat gebeuren. En 19% zegt ja. Tot slot, heren hier aan tafel. Komende zondagmiddag FC Groningen-Ajax in de Euroborg. Wat gaat het worden? Baren Beltman. Den Haag verliest punten, maar wij zijn 2 keer de nieuwe koning. 3-3. 3-3. Ja, 3-3, we gaan het absoluut niet worden. Oh. Uitslag, we moeten heel kort. Ik hoop op 0-0, maar ik ben bang dat ze hem verliezen. Goed, tot slot op mijn baas, 1-1. Ja. 3 keer een gelijkspelletje, als dat het gaat worden, dan zijn we naar die tevreden. Ja. Dank jullie wel. Dan gaan we glimlachen, Jan. Nee, ik droom. 3-3. Dat ik Smurf van Beer afkwam en dat is mooiste tegen News of Awesome. Dan is de eerste hang eerst naar de radio of televisie wat ik aan doe. Dan word ik wat er in Gunnum spoelt. Als ik op toenen ben en ik moet boompoten of anders wat. En Harma die zegt van vanaf regen, dan hou ik op toenen en dan zeg ik dat ik de planten poot en zo mooi wat en dan heb ik nog sproeien. Dus ik ben opblieder met RTV Noord. De Groninger orgelbouwer Eppo Renko Ottes bouwde meer dan 70 kerkorgels in binnen- en buitenland. Regisseur Saskia Jeulink maakte er een documentaire over. De tour van een orgelbouwer. Hier bij ons alvast een voorproefje. Dit is een van mijn laatste grootste instrumenten. En dan ben ik natuurlijk... Zal ik zeggen, als je dan speelt, dan hoor je eigenlijk wat je zelf hebt willen uitdrukken. Dan hoor je nog een keer terug. En dat is erg gevoelig. De hele documentaire is te zien op onze website rtvnoord.nl. NL. En vanaf de doorgekring de deelnemers aan het leukste van Grun een weekopdracht.
Deze week is hij richt aan de jonge inwoners. Mag zo'n met 10 klas een tekening of stuur zelf een mooie tekening waarin duidelijk wordt waarom die derp het leukste derp van Grunnen is. Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website leukstederpvangrunnen.nl. En de tekening die moet over een week binnen wezen. Op onze site kun je inmiddels ook stemmen op het mooist favoriete derp. En tot zover Noord vandaag. Morgen op zaterdag 11 mei is het Nationale Molendag. En u kunt ook terecht in Leek tijdens de stoomdagen. Noord op Stee is daar ook en doet live verslag op Radio Noord van 10 tot 12. Straks krijgt u nog het weer, gevolgd door Klauk. Ik wens u een fijne avond en alvast een heel plezierig weekend. Dag.